In nomine Patris, Filii, Spiritus Sanctio. In nomine Fratelli Dei. Padre mortificato con tutto amore. Io ti chiamo Dio, di vicina causa mia, mi gente non sancta. Al pomine di cudoroso, e lui è me. Cominciati con il Dio, scuoto tutto il mio acquare, mi riprendesti qua, ti stai sentendo, un figlio mio mi cus. E vite luce in tua, mi riverità a te in tua. In seme di luxilon, ti luxilon, ti montem sancta in tua, mi riprendesti qua, ti stai sentendo, un Ed in tutti i vostri altari, Dio, 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 ed in tutti i vostri altari, Padre, stanno mi ricordo che tu vas me. Sperando io, quando non ti confidi, puoi risaltare i frutti miei, Dio, mio. Gloria a Padre, Figlio e Spirito di Santo. Si continuato in principio, e nunca sempre, ten secolo a secolo, amen. In tuoi fratelli dei. Fate mortificato con tutta me. Perciò il nostro mio nome, Domini. E felice di me, Dio. Confidi, pretendere a te, Maria, sempre, che fino a te, mica le cangio via, se ti sei stato posto, aspetta per Paolo, nel senso che tu facciate. Il peccato di miscolazione aveva troppo di mia colpa, mia maxima colpa. E Dio prego, beata Maria, sempre vicino a me, che la marca di un viaggio per Pistone. Santo vostro spirito per Paolo, uno del Santo vostro frate, sarà per mirare il Dio nostro. Mi direi a te, in potenza di uso, di essi peccati, stupi, sperducati, alt vita in eterna. Amen. Confiti, ordine onnipotenti, beati Maria, sempre vicini, beati Michele, Arcangelo, beati Giovanni Battista, santi apostoli Pietro e Paolo, omnibus santi sedivi pater, mia peccato in scusazione del voto pere, mia culpa, mia maxima culpa, il mio precor, beata Maria, sempre vicini, beati Michele, Arcangelo, beati Giovanni Battista, santi apostoli Pietro e Paolo, omnes santi sedivi pater, Orare per mio Dom Dio nostro. Miseriato di Dio, 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 si ripeto il peccato di essere per le capole, fede a metà in amma. Amen. In essenza, siamo stessi con noi, siamo peccatori, ma tu, prima tu, bisogna di potersi misericordia di Dio. Amen. Dio, tu confesso, si identifica a Dio. Chiaps tu, vuoi, tavo, tu, renti. Posso, di nome, sono di misericordia, tu, amma. E salutare, tu, non ovvi. Dove ne fissare di orazione, mi amma. Et calma, Dio, sa, divino. Dove ne spaviscom. Et cum spirito tuo. Oremos. Omnisciente Spirito Maligno, guidate di voce attenzionis. Quam dominus exercitus terribilis, rex magnus super omnem terram. Gloria Patris, Filio, Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, in saecula saeculorum. Amen. Omnisciens Pater Maribus, jubilate Dei in voce exhortationis, quam dominus exercitus terribilis, rex magnus super omnem terram. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus boni voluntatis. Laudamus te, veritimus te. Adoramus te, glorificamus te. Gratias nimus tibi totem magnam gloriam tuam. Domine Deus ex celestis Deus Pater omnipotens. Domine Filii misericordiae Christus te. Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi succedere peccata nostram. Miseris ad extra Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus baptismus Jesu Christe, cum sancto spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus omniscum. Et cum spiritu tuo. Oremos.
Deus cujus providentia in sua indisposizione non fallitur, te subicis exeramus. Ut nunc sia cunct aptum mobias, et omne nobis pro futura concedas. Perdove nos mis cujus infinitum, et te convivite de exalte spiritus sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistle Beati Pauli Apostol Manus. Frates, omandico, propter infimitatem canis veste, sicut enim exibuissis membra vesta, servire immunditia et iniquitati ad iniquitatem, ita nunc exhibite membra vesta servire justitiae in sanctificationem. Cum enim servi essetis peccati, liberi fuistis justitiae. Cum ergo fructum acquistis tunc in illis, in quibus nunc irubescitis. Nam finis illo mors est. Nunc vero liberati a peccati, tu, servi autem facti Deo, abetis fructum vestem in sanctificationem, finem vero vitam aeternam. Se bendia enem peccati mors, gratia autem Dei vita aeterna in Christo Iesu, Domino nostro. Io gratias. Venite figli, odite me, timorem Domini docebomos. Accedite a Teum et illuminam mini, et facem vestem confondere. Alleluia, alleluia. Omne gentes placem animus, jubilate Dei in voce exultationes. Alleluia. Deus fabis com sequência Sancti Evangelii secundum Mateum. In un tempo de dixit Dio discipuli suis, atenetia falsis profetis, qui venuta vos investimentis odium, et in secus autus on profila pacis. A fructibus iam conoscentis eos. Un quid colicunt de spiris uvas, orde tibulis figus. Sic omnis arbor bona fructus bonus facit, mala autem arbor malos fructus facit. Non potes arbor mala bona malos fructus facere, neque arbor mala bonus fructus facere. Omnis arbor qui non facit fructum bonum, excidetur et nimiam imitetur. Igitur ex fructibus eorum conoscetis eos. Non omnis qui dicit mihi Domine, Domine, intabit in denum silorum, sed qui facit voluntate patris mei qui in celis est. Ipse intabit in denum silorum. Nos tibi Christi. Die bijgelovige eerst enkele mededelingen. Vandaag de zevende zondag na Pinksteren. Morgen maandag, Heilige Elisabeth, koningin van Portugal en weduwe. Dinsdag dode week. Op sommige plaatsen ons die vrouw van Queen Quira. En elders de heiligen John Fischer en Thomas More, matelaren. In Nederland
De heilige Magdalena van Gorkum. Woensdag de heilige de zeven broeders martelaars en de heiligen Rufina en Segunda, maagden en martelaressen. Donderdag door de week, gedachtenis van de heilige Pius I, paus en martelaar. Vrijdag de heilige Johannes Galbertus, abt, en de gedachtenis van de heilige Nabor en Felix martelaren. Zaterdag onze lieve vrouw op zaterdag. En komende zondag, de achtste zondag na Pinksteren. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dierbare gelovigen, de evangelie van vandaag is een oproep van onze Heer Jezus Christus tot waakzaamheid. Namelijk, wij moeten nog niet te vlug tevreden stellen met een schijn aan waarheid. Onze Heer Jezus Christus, in het evangelie hier, waarschuwt ons, wacht u, dus hou de wacht, dus wees voorzichtig, let op, pas op, voor de valse profeten. Een profeet is iemand die optreedt in naam van God, pro fari, spreken voor God. In de brede zin van het woord, in de strikte zin van het woord, is iemand die de toekomst voorspelt. Maar hier gaat het over mensen die spreken in de naam van God. Dus valse profeten, dat betekent iedereen die predikt, die verkondigt. Valse profeten namelijk, zij stellen zichzelf aan, ze hebben geen missie van God. En ze richten zich tot het volk van God. Maar hun bedoelingen zijn dus verkeerd. Hun bedoelingen zijn niet zoals het is de bedoeling van God om door zijn kerk, dus door zijn profeten, door zijn kleders, de mensen naar de hemel te brengen. Maar deze die willen die zoeken hun eigen profijt, de eer, de gemakzucht, het geld, het aanzien, de invloed. Enzovoort. Dus alles behalve de mensen naar de hemel te brengen, dat is hun bekommernis niet. Dat zijn de valse profeten. Natuurlijk is er min of meer, er zijn die misschien gemengde gevoelens hebben, de mensen eventueel naar de hemel willen brengen, maar zelf ook nog profijt willen hebben, enzovoort. Maar in ieder geval, het volk moet zich wachten van de valse profeten, want de valse profeet brengt dus niet naar de hemel, want het is eigenlijk, zegt Jezus, een gevaarlijke wolf. Het is een wolf in schaapskleren. Betekent, hij heeft de kleren van een schaap, hij doet zich voor, heeft de schijn van een kind van God te zijn, want schaap is symbool voor een kind van God, wegens de gehoorzaamheid, De zachtheid, de blankheid. Jezus noemt zichzelf het lam God zelfs. Een symbool natuurlijk. Symbool van de kinderen van God. Maar een wolf, die heeft de bedoeling om de schapen op te eten en bloed te drinken. Dat betekent hun bovennatuurlijk leven dus kapot te maken, te doden. Het zijn dus eigenlijk de valse profeten, zij die de waarheid niet zeggen, of die uiteindelijk de waarheid niet zeggen op allerlei gebieden, en op dogmatisch gebied, maar ook op moreel gebied, en het liturgisch gebied, er zijn dus drie grote domeinen, die de waarheid niet zeggen, om de mensen eigenlijk te misleiden. Vaak gaan ze de mensen naar de mond praten, of naar de oren praten, zegt Sint Paulus. Dus hun oren flatteren, dus zeggen wat de mensen graag horen. Ze niet te gauw, niet te vlug, niet te strikt. Voorhouden wat Gods wet is, want dat is altijd pijnlijk. Eigenlijk de gemakkelijke weg tonen, om dus populair te zijn, om invloed te krijgen, om enzovoort. Meer geld in het laatje te krijgen, aanzien enzovoort. Dus verkeerde motieven. Wel, dat is heel reëel. Wij kunnen dat toepassen op onze huidige situatie. Want uiteindelijk zijn die wolven in schaapskleren mensen die hun autoriteit misbruiken of niet,
We leven in een tijd van misbruikte autoriteit. Want wij moeten dus eigenlijk aan de autoriteit gehoorzamen. Maar alle autoriteit komt van God. Maar we moeten niet gehoorzamen, dus ik kom niet van God, als autoriteit wederrechtelijk bekomen is, of dus legaal bekomen is, maar wederrechtelijk wordt uitgeoefend. Dan moeten we niet luisteren. Dat is evident. Wees op uw hoede. En dus. Een wolf moet men niet volgen, maar een wolf moet men uitschakelen. Moet men uit de schaapstal natuurlijk, uit de kerk verjagen. Wel, wij zitten daar volop in. Dus wij hebben dus te maken, inderdaad, dat is een grote crisis van de kerk en ook in de staat. Maar we gaan niet zoveel over de staat spreken, maar over de kerk. Namelijk van wolven in schaapskleren. Dat betekent mensen die wij dachten dat de geldige en de goede kleren is. En die ons eigenlijk hebben misleid en uiteindelijk dus hebben dus niet naar de hemel gebracht, maar de mensen naar de hel brengen. Want Jezus spreekt verder van de hel. Hij spreekt van een boom die geen goede vruchten voortbrengt. Dus het is niet alleen een boom die slechte vruchten voortbrengt, zoals de slechte profeten, maar zelfs bomen die geen goede vruchten voortbrengen, die worden allemaal omgehakt. Dus die worden dus omgehakt. Dus ze worden afgesneden van de kerk en van de hemel dus. Dat is de straf van doem. Ze zijn verdoemd. Dus ze hebben de zalige godsaanschouwing niet. De zalige godsaanschouwing. En die worden in het vuur geworpen. Die hebben dus een lijden dat ze krijgen. Dus dat is de zinnelijke straf. Dat wil zeggen de straf van het vuur. Dus de hel. Het is dus een heel ernstige zaak. Het gaat niet om zomaar een kleinigheid. Het gaat over hemel of hel. En Jezus zegt, onze Heer Jezus Christus zegt, we zullen ze kennen aan de vruchten. Dus waar het op uitdraait. Wel, de vruchten zijn slecht als ze dus uiteindelijk iets verkondigen dat tegen de waarheid is, de openbare waarheid, dat is een ketterij. Op moreel gebied, als ze de doodzonde gaan voorhouden, gaan goedkeuren, gaan toelaten, daar toegeeflijk in gaan zijn, wel, dat zijn dus slechte vruchten. Want dat is inderdaad door God verboden. God noemt dat doodzonde, dus de kerk noemt dat doodzonde. En het is dat wat juist de hel verdient. En ook de verkeerde en ongeldige liturgie, heiligschende liturgie, gebruiken. Wel, we zitten er volop in. Maar Jezus zegt, goed u voor de valse profeten, want er zijn mensen die zeggen, ja, maar het is allemaal veel te gecompliceerd. Al die dingen, Sint-Vacantisten hier, Sint-Petersboodschap daar, Sint-Piersboodschap ginder, dan de conciliairen en de Rome, wat is het allemaal? Dus ik doe mijn best, ik ga er ergens naar, dus voor de rest is het naar de mis die ik meen nog goed te zijn. En voor de rest is het de verantwoordelijkheid van de pastoor en van de bisschop en van de paus wat er gebeurt. Nee, dat is niet waar. Jezus zegt, wacht u voor de valse profeten. Dat wil zeggen, je moet u dan oppassen en u van haar afscheiden. Want het zijn wolven die u opeten, die u dus doden. Dus je kunt zeggen, het is de verantwoordelijkheid van de pastoor. Of hij zegt, una cum of niet in de mis. Ik ga gewoon naar de mis. Dat is verkeerd. Je zegt, wacht u van de valse profeten. Ziet of ze valse profeten zijn en ga daar niet naartoe. Het zijt gij die beslist of je er naartoe gaat. En als je het niet begrijpt, doet dat nog een beetje moeite, want zo ingewikkeld is het ook niet. Natuurlijk is het een klein beetje ingewikkeld, maar als jij zegt, wacht u voor de profeet, dat betekent dat je ook kunt, je hebt de mogelijkheid om te weten of iemand een goede of een slechte priester is, een goede of een slechte bisschop, een goede of een slechte paus of helemaal geen paus. Dus je zou het toch kunnen weten. dus zo moeilijk is het nu ook weer niet. Uiteindelijk wordt er zelfs in de Sint-Vacantisten, dus in de katholieke wereld, zijn er ook veel dwalingen die lopen. En uiteindelijk moet men van een principe uitgaan dat alles veel duidelijker maakt. Namelijk dat de kerk onfeilbaar is. Daar wordt veel te weinig aandacht aan besteed. Bijvoorbeeld in de Sint-Vacantistische wereld is er veel dwaling. Hè? Omdat men
zich heeft laten misleiden. Ik probeer het psychologisch uit te leggen door twee feiten. Het eerste feit is dat nog niet zo lang geleden, wat de kerkgeschiedenis betreft, want die is al 2000 jaar oud, is het in 1870 dat de paus onfeilbaar verklaard is. Hij was al onfeilbaar voordien, want als een doma verklaard wordt, betekent dat is altijd zo geweest, maar nu wordt het duidelijk gesteld. Wel, er wordt gezegd, de paus is onfeilbaar. Dus men heeft eigenlijk zich daarop geconcentreerd. En het gevaar is, men is vergeten dat eigenlijk de kerk onfeilbaar is. En omdat de kerk onfeilbaar is, is de paus onfeilbaar. Omdat de onfeilbaarheid van de kerk zich wel ergens moet manifesteren. Die moet uitgevoerd worden, die moet klaar worden, naar boven komen. En hoe komt die onfeilbaarheid van de kerk naar boven? Wel door de mensen die de leiding in de kerk hebben, die dan inderdaad die leven kondigen. Want die hebben de taak. Dus de onfeilbaarheid van de kerk wordt geconcretiseerd in onfeilbaarheid van het magisterium, van degenen die magister, die leraar zijn, die moeten leren in de kerk. Dus de grond van de onfeilbaarheid van de paus is de onfeilbaarheid van de kerk. En daar wordt veel te weinig over gesproken. Want er is een tweede evenement dat zelfs die onfeilbaarheid van de kerk in discrediet, zo gezegd, zou kunnen gebracht hebben, schijnbaar. Ik zeg schijnbaar. Namelijk Vaticaan II. Waar de indruk gaf dat de ganse kerk uiteindelijk toch een overgroot deel, dus het grootste deel, dus eigenlijk de kerk, uiteindelijk in dwaling gegaan is. En zo'n klein groepje is dan trouw gebleven. Twee bisschoppen van de 2500. Dus het gaat erin dat de kerk eigenlijk feilbaar is, maar de paus is onfeilbaar, want dat is een dogma. Dus en met die twee geschiedkundige feiten in gedachten, heeft men zich laten afleiden en heeft men niet genoeg gedacht over de onfeilbaarheid van de kerk. Want, ik herhaal het, waarom is de paus onfeilbaar? Omdat de kerk onfeilbaar is. Want u moet kijk naar het evangelie. Kijk naar wat onze Heer Jezus Christus gezegd heeft. Onze Heer Jezus Christus heeft gezegd in het evangelie, hij heeft dat al gezegd tegen Simon Bar-Jonas, gij zijt de rots en op deze rots zal ik mijn kerk bouwen. Dat wel, hij is de rots. Maar Jezus heeft daarbij gevoegd en de poorten der hel zullen haar, dus de kerk, niet overweldigen. En dat is eigenlijk de onfeilbaarheid. Dat de poorten der hel, dus van de leugen, de kerk niet zouden overweldigen, dat betekent dat de kerk onfeilbaar is. Jezus heeft nooit gezegd dat de paus onfeilbaar is. Jezus heeft gezegd, hij is een rots. Dat betekent dat zijn uitspraken, die onfeilbaar zijn, eigenlijk de grondslag zijn van de kerk. Maar Petrus is niet altijd onfeilbaar, zoals de kerk. De kerk is altijd onfeilbaar. De kerk is altijd, maar de onfeilbaarheid van de kerk is van Petrus is voorwaardelijk. Dat wordt ook door het Eerste Vaticaans Concilie duidelijk gesteld. Het bewijs dat onze Heer Jezus Christus in hetzelfde evangelie een paar zinnen verder zegt, achter mij is Satan. Hoe kan hij dan altijd onfeilbaar zijn als het nadien Satan is? En dan is dat gebeurd op een paar minuten tijd van elkaar. Als Jezus zegt, je bent de rots, dat komt omdat Petrus iets gezegd heeft dat van God komt. Als Petrus in naam van God spreekt, profeet, echt profetisch, spreekt in naam van, dan is hij onfeilbaar. Maar als Jezus zegt, jij bent Satan, achter mij Satan, want jij zegt wat van mensen komt. Dus van menselijke uitvindingen, menselijke. En dat is dus verkeerd, dan zet je de tegenstrever, de Satan. Dat heeft hij nooit van de kerk gezegd. Natuurlijk, ik heb gezegd, de onfeilbaarheid van de kerk is onvoorwaardelijk. Maar er is ergens toch wel, je kunt het zeggen, een voorwaarde, namelijk dat het echt de kerk is. Namelijk iedereen, de ganse kerk. Want we hebben ook gezien in de geschiedenis van de kerk, dat gedeelte van de kerk kunnen onfeilbaar zijn. Nou, de helft van de kerk is schismatiek geworden in de 11e eeuw. Een derde van de kerk in Europa is protestants geworden, enzovoort. Dus gedeelten van de kerk kunnen wel dwalen. Maar niet de kerk, dat betekent de ganse kerk. De kerk, dat is de ganse kerk. De kerk kan niet dwalen. En die idee dat sommige sedevacantisten hebben, en sommigen hebben dat gezegd, ja, ze hebben zich allemaal vergist. Nee, dat kan niet. Want dan zou onze Heer Jezus Christus zich vergist hebben, die zegt, de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Dus dat kan niet. En juist datzelfde Vaticaans Concilie is een bewijs dat juist de kerk onfeilbaar is. Waarom?
Wel, omdat God tussengekomen is. Hij houdt zijn beloften. God heeft beloofd dat de poorten de hel alleen zouden overweldigen. De kerk niet zouden overweldigen. Dus toen de paus besloot van ketters te worden, en hij trok 2500 bisschoppen achter zich aan, en alle kardinalen en abten en oversten en professoren en universiteiten en theologen en die ganse katholieke wereld, die enorme indrukwekkende katholieke wereld van nu 1 miljard mensen, en in die tijd waren het ook bijna 1 miljard in de jaren 60 van wanneer het Tweede Vaticaans Concilie was. Wel, die zijn dus allemaal afgeweken. Maar God is juist om zijn belofte te houden dat de kerk niet zou vergaan, heeft dus 2 bisschoppen een buitengewone genade gegeven om stand te houden. En die 2 bisschoppen dus, die hebben dus de kerk voorgezet. Dat was juist, die hebben dus weerstand geboden. Dus het is niet de ganse kerk. Dat kan niet, dat de ganse kerk dwaalt. Dat is juist het bewijs dat de kerk onfeilbaar is. En dus zij zijn trouw gebleven en zij zijn dan de kerk gebleven. Want die anderen zijn allemaal ketters geworden, zoals die 50% die in de 11e eeuw schismatiek geworden is, ketters geworden is en de kerk niet meer was. En die protestanten in de 16e eeuw, die van de kerk waren, ook de kerk niet meer waren, omdat ze ketters waren en schismatiek waren. Waren ze afgescheiden van de kerk. En de rest dat trouw bleef van de kerk, zo is het ook met Vaticaan II, dat de 2500 bisschoppen zijn kettersgoten met de paus inclusief en al diegenen die hen gevolgd hebben, dat is bijna 1 miljard. En dat de 2 bisschoppen die trouw zijn gebleven, dat was de kerk. Wel, dat is een bewijs dat Jezus inderdaad de kerk nooit, zoals hij beloofd heeft, nooit zal laten overweldigen door de leugen. Maar de paus wel. De paus kan overweldigd worden zoals hij eens de rots is en na het Satan is het ook gebeurd met Vaticaan II. En dit is een verkeerde redenering van sommige vacantisten. Die zich juist uit te concentreren op die onfeilbaarheid van de paus, die trouwens voorwaardelijk is, die aan 4 voorwaarden moet voldoen. Hij moet als hoofd van de kerk juist spreken in zaken geloof en zeden, de materie van de kerk. En hij moet zich aan de ganse kerk richten, dus de ganse kerk wordt daardoor dus aangesproken. En hij moet de bedoelingen van die zaak definitief te regelen. Wel, als hij dan zich vergist de ganse kerk zich, en dat kan niet. Dus dat zijn die 4 voorvaders, waarom de paus dus ex-cathedra onfeilbaar is. En je zou kunnen zeggen, ja, omdat juist de kerk onfeilbaar is, is die paus onfeilbaar, want hij brengt de ganse kerk daarmee naar een bepaalde stelling, die dan de waarheid moet zijn, want anders gaat de ganse kerk zich vergissen. Dus je kunt zeggen, het is niet de paus die in zichzelf onfeilbaar is, maar het is de God die tussenkomt om de paus het charisma te geven, want je zegt, ik zal bidden dat uw geloof niet wankelt. Wel, dat is die onfeilbaarheid die de paus gekregen heeft. Maar die is voorwaardelijk, dat is heel duidelijk gesteld door door het concilie dat die onfeilbaarheid heeft vastgesteld, heel duidelijk gesteld dat de onfeilbaarheid van de paus voorwaardelijk is, aan 4 voorwaarden moet voldoen. Dus zo ingewikkeld is dat ook weer niet. Die sedevacantisten die zich vergissen, gaan ze dus concentreren op die onfeilbaarheid van de paus, en dan gaan ze zeggen, ja, er is dan een paus die dan een ketterij verkondigd heeft, Paulus 6. Vermist een paus geen ketterij kan verkondigen, want hij is onfeilbaar, is hij geen paus, en hij is geen paus omdat hij vrijmetselaar was. Dat is ook verkeerd, want de paus kan wel ketteren worden, dat is dus aangetoond door professor Silveira, die dus alle kerkvaders hebben bestudeerd en theologen die ooit over een ketterse paus hebben geschreven. En ze zijn het allemaal eens dat als een paus een ketterij openbaar verkondigt, dat hij zijn paus gaat verliezen. Dus dat betekent dat een paus kan een ketterij verkondigen. Hij kan dat. En het is ook gebeurd, we hebben het zien gebeuren in mijn Vaticaan II. En dan zeggen die sedevacantisten, ja, maar dat is bewijs dat hij geen paus was. Ja, dan komen ze in tegenspraak met het feit dat hij wel door de ganse kerk aanvaard is geweest. En de kerk is onfeilbaar erin. Uiteindelijk heeft onze Heer Jezus Christus zich dan vergist. Die gezegd heeft.
Excuseer. Als de Heer Jezus, als ik vergist heb, die gezegd heeft dat dus de kerk onfeilbaar is. En de kerk, dus dat de poorten en haal niet zouden overweldigen. En de kerk dan Paulus 6 aanvaard heeft, de ganse kerk die zou dan zich vergist hebben. Dus er komt dan tot een absurdheid. Je komt eigenlijk tot een ketterij. Namelijk, dan stelt God Jezus Christus in vraag. En dan is hij God niet. En dan is de ganse godsdienst is dan verkeerd. Dus, wat is... Dus, en dan trouwens, de heilige Alphonsus van Ligori, die zegt dat inderdaad een indringer in de kerk kan komen. En als hij als paus wordt erkend en gekozen, dan is hij paus, want de kerk kan zich niet vergissen daarin. Dus dat argument van Paulus VI was vrijmetselaar, dus hij was geen paus. Dat is dus verkeerd, dat wordt dus weerlegd door Alphonsus van Ligori. En door het dogma van het feit dat de kerk onfeilbaar is. En de ganse kerk heeft Paulus VI aanvaard. Dus die servagantisten die talrijk zijn, die vergissen zich. En dat zijn dus uiteindelijk valse profeten. Ik wil geen oordeel vellen over ieder van hen, maar in het algemeen geven ze mij de indruk, en dat is ook zo, dat zij terugschrikken van de kleinheid van de groep die trouw gebleven is. Dus ze hebben verkeerde motieven. Zoals ook Monsignor Vijver, je moet wel een kat en kap noemen, want Jezus heeft ook de Farizeeën en de Sadduceeën bij naam genoemd. Hij zegt, wacht u voor de Farizeeën en de Sadduceeën, want ze leren u verkeerde dingen. Dus als het gaat over het geloof en het volk vrijstellen van ketterij, je moet geen namen durven noemen, zijn je verplicht. Dan Monsignor Lefebvre, die in het begin, dus samen met Castel de Maillet, uiteindelijk de kerk gered heeft, die is nadien afgeweken door te zeggen, en wat was zijn motief? Voor te zeggen dat Paulus VI dan toch paus was, ondanks dat de ketterij verkondigd heeft. Zijn motief was, heeft dat ook in het privé bekend, dat de mensen hem zouden verlaten. Dus een motief is invloed. Als je veel mensen hebt, krijg je geld in plaats, krijg je invloed, macht, is er veel volk. Ik hoop voor hem dat hij dat doet om de zielen te winnen, maar je kunt de zielen niet winnen door ze verkeerde dingen voor te houden, waarin de kerk onfeilbaar is. En uiteindelijk van Jezus zegt zelf dat je dan in de hel terechtkomt. Dus dat is een verkeerde berekening. Ik ga zijn proces niet maken, maar ik constateer dat wat hij gedaan heeft totaal verkeerd is. Dus het is inderdaad, je zou zeggen, het is een beetje ingewikkeld, Pater, maar Jezus zegt, wacht u voor de valse profeet, dus je moet die inspanning doen om te begrijpen wat er gaande is. Aan de vruchten zult je ze kennen. Dus als je tot een tegenstrijd komt met het geloof, zit je in de ketterij, en dat is een valse, een verkeerde vrucht. Of als je natuurlijk afwijkt naar een doodzonde, dan zit je ook natuurlijk zeker met een valse vrucht. En ze kunnen geen goede profeten zijn. Wel, u weet het, de conciliaire secte, de officiële zogezegde kerk, dat is een valse profeet, die zit vol valse profeten. Want die verkondigen op Vaticaan II dat ketters is. Valse vrucht, weg ermee. De Petersbroederschap, die dan zo in Sultana rondloopt en die dan Gregoriaans zingt in het Latijn en alles en de oude catechismus geeft, dat zijn de huiden van schapen. Dat is een schapenhuid. Dus ze lijken wel schapen te zijn. Die hebben kenmerken van een schaap. Maar dat zijn roofvierige wolven, want uiteindelijk hebben ze Vaticaan II aanvaard dat een ketterij is. En een ketterij doodt de ziel, zoals een wolf. Dus de ziel, dus het leven dood van het schaap. Het zijn dus wolven en schaapskleren. Zoals u weet, de Pius X, wel de Pius X-broederschap, ik heb het juist gezegd, in het begin was Monsignor Lefebvre met Castel de Maillet, waren de twee bisschoppen die het geloof hebben bewaard. Dat waren de goede profeten. En dat is juist de garantie van God die hij geeft. De ingreep van God om zijn kerk te doen verder bestaan zoals hij beloofd heeft. En wel, ze zijn nadien afgeweken en ze hebben dus geweigerd om te verklaren dat Paulus VI die ketter geworden was, dat hij uiteindelijk zijn pausschap verloren heeft, vooral bij zijn dood, want daar kon hij zich niet meer bekeren. En Monsignor Lefebvre zei zelf de reden, want ik ga te veel mensen verliezen, er gaan veel te veel mensen weg, veel mensen zullen ons niet volgen. Dus dat is een verkeerde reden.
verkeerde redenen. Dat is van de mensen bij te willen houden in de dwaling uiteindelijk. Maar in de kerk, een punt waar de kerk onfeilbaar is, namelijk te weten wie haar hoofd is. Als je niet weet wie je hoofd is, dan zit je zot, je weet niet waar je hoofd is. Je hebt je hoofd verloren. De kerk kan niet gek zijn. De kerk is de zetel van de wijsheid. Dus dat de kerk weet altijd exact wie de paus en wie de paus niet is. Daar heeft ze de genade voor. Wel, het is niet erg moeilijk. Maar je moet van het principe uitgaan, dat is noodzakelijk, namelijk dat de kerk onfeilbaar is. En dat de onfeilbaarheid van de paus voorwaardelijk is. En dan geraak je eruit, anders raak je er niet uit. De kerk is onfeilbaar, dus de ganse kerk heeft Johannes de 23e en Paulus 6 aanvaard als paus, dus dat zijn paus. Paulus 6 is ketter geworden, de ganse kerk leert, dus de theologen, de kerkvaders, de bisschoppen enzovoort, dat heeft professor de Silveira bewezen, die zeggen allemaal unanieme doctrine, als een paus, ik herhaal het, publiekelijk één ketterij zegt, dan verliest hij automatisch zijn pauschap. Dat is gebeurd met Paulus 6, dus Paulus 6 heeft zijn pauschap verloren. En dan kun je zeggen, ja, maar hij is onfeilbaar. Nee, hij heeft de onfeilbaarheid van de paus is voorwaardelijk. Dat zijn die vier voorwaarden die ik genoemd heb. Als hij als hoofd van de kerk in zaak geloof en zeden iedereen aanspreekt en de zaak definitief ontregenen. Wel, heeft onder het concilie en na het concilie duidelijk gezegd, ik wil mijn onfeilbaarheid niet gebruiken, want we gaan die protestanten en die anglikanen en die orthodoxen en die schismatieken en we gaan die voor het hoofd stoten en we willen één kerk maken, een eenheid, een ecumene. Dus hij heeft duidelijk verklaard dat hij zijn onfeilbaarheid niet wou gebruiken. Dus hij heeft ze dan ook niet gebruikt. De paus heeft een vrije wil, dus hij heeft ze niet gebruikt en heeft ook na het concilie gezegd, verklaard dat hij het niet heeft willen gebruiken om de anderen niet voor het hoofd te stoten die daar niet in geloven. Dus hij heeft die zaak niet definitief willen regelen met zijn onfeilbaarheid. Hij heeft niet willen zeggen, dit is nu juist en iedereen moet dat geloven en degene dat niet gelooft, anathema sit, die zijn in de band. Heeft hij niet gezegd, heeft dat niet willen zeggen. Dus die vierde voorwaarde ontbreekt dat Paulus 6 onfeilbaar was. Dat is duidelijk. Dus als hij niet onfeilbaar is, kan hij feilbaar zijn. En hij heeft gefaald. Dat constateren we. Montefeuille zelf bewees in zijn boek. Ze hebben hem ontroond dat er een tegenspraak is tussen Christus Koningschap en de tekst van het Vaticaan II, Dignitatis Romanae. Dus ketters. Dus Paulus VI is ketter geworden, dus hij is geen paus meer. En al die andere opvolgers van Paulus VI, die hebben dus Vaticaan II aanvaard, dus die zijn ook ketters. Die waren al ketters voordat ze paus werden, die zijn nooit paus geweest. Dus we hebben sinds Paulus VI geen paus meer gehad. Dus zo moeilijk is het nu ook binnen die ware gelovigen. We moeten ervan uitgaan dat de kerk onfeilbaar is en dan geraak je eruit. En dan kun je zeggen, ja, maar er is nog een derde onfeilbaarheid, niet alleen die van de paus, die van de kerk, maar ook die van het gewoon universeel magisterium. Dat is waar. De kerk leert dat als alle bisschoppen, paus inclusief, die de bisschop van Rome is, de belangrijkste bisschop, maar alle bisschoppen tezamen, unaniem het eens zijn over een leerpunt, en ze putten uit het verleden, dus in het verleden was men het er ook over eens, dan is het onfeilbaar, want als het dan verkeerd is, heeft ook weer de ganse kerk zich vergist, het geld onmogelijk is. Dus ook weer deze onfeilbaarheid steunt op de onfeilbaarheid van de kerk. Dus er wordt veel te weinig gesproken over de onfeilbaarheid van de kerk, die uiteindelijk het fundament is van de onfeilbaarheid van de paus en van het universeel magisterium. En dat was ook het geval niet van Vaticaan II, want je kunt zeggen, ja, Vaticaan II was niet onfeilbaar door het onfeilbaarheid principe van de paus, ex cathedra, want hij voldeed niet aan de vier voorwaarden. Maar is Vaticaan II dan niet onfeilbaar door het algemeen universeel magisterium, dat alle bisschoppen het eens waren? Nee, u weet heel goed, even goed als ik, dat alle bisschoppen het niet eens waren. Onder het concilie waren er 250 die tegen waren, en na het concilie waren er nog 2, en God heeft daarvoor gezorgd, nog 2, die duidelijk de waarheid verkondigen tegen Vaticaan, de dwalingen en de ketterij van Vaticaan II. Dus er was niet eensgezindheid,
En ze putten ook niet uit het verleden, want zelfs Ratzinger heeft bekend dat Gaudium et Spes bijvoorbeeld, Gaudium et Spes, een belangrijk document van Vaticaan II, in tegenstrijd is met wat de kerk altijd geleerd heeft, namelijk het koningschap weer van Christus deze keer. En dat de uniciteit van de kerk, dat de kerk, dus de katholieke kerk, de enige ware kerk is. Dus dat in tegenspraak is met elkaar. Dus ook die tweede, of die derde, die onfeilbaarheid van het universeel magisterium, het gewoon universeel magisterium, geldt niet voor Vaticaan II. Zo die bargelovigen. Dus als men ervan uitgaat dat de ganse kerk onfeilbaar is, dus als ze unaniem is, natuurlijk volledig de ganse kerk tezamen het eens is, dan is daar de onfeilbaarheid. Dan staat men voor een onfeilbare waarheid. Zo eenvoudig is het. Dus eigenlijk is het niet zo ingewikkeld. Sorry, maar gelovigen. En voor de mensen die het toch ingewikkeld vinden, ja, er is hier, nu, het is nu vandaag de 7 juli. Het was ook de 7 juli 2016 dat er in mijn kapel een hostie is gaan bloeden. En die hostie die stond in een monstans naast een klein beeltje. En dat beeldje, daar stond op, indien je mij bemint, volg mij. Dus volg in die kapel, daar mij, dat wil zeggen, die priester in de kapel predikt. Dus er is een mirakel gebeurd om de mensen te tonen dat uw dienaar de waarheid zegt. Ik verfoei het over mezelf te spreken, maar het moet wel gezegd worden om de mensen te helpen. Als ze moeilijkheden hebben om die doctrine over onfeilbaarheid te begrijpen, dan dat ze dan kijken naar het mirakel dat gebeurd is. Want God doet mirakelen om te bewijzen dat hij daar en daar actief is. Want er is nagekeken, dus die bloedende hostie, door verschillende wetenschappers, en ze hebben vastgesteld dat er geen wetenschappelijke verklaring voor te vinden is. Dus het is een goddelijke tussenkomst geweest. Die gelovigen, wezen we op onze hoede voor de valse profeten, die dus verkeerde motivaties hebben van we willen zoveel mogelijk volk bereiken en andere motivaties. En dat zijn dus, je zult ze aan de vrucht te kennen. En men heeft nu een voorbeeld, recent om daarmee te eindigen, dat u al weet waarschijnlijk. Namelijk, Jezus zegt ook wie zoekt die vindt. Je hebt dus Monseigneur Vigano, dat is iemand die uit de conciliaire secte komt. Wel, die mens die heeft, blijkbaar is dat een eerlijke persoon, die naar de waarheid gezocht heeft. En vermis is beloofd, heeft gezocht, die vindt, heeft hij gevonden. En heeft onlangs verklaard, inderdaad, dat Franciscus wegens schetterij geen paus is. Wat is er nu gebeurd? De broederschap Justine heeft hem berispt, en Monsignor Willemson ook. Waarom? Omdat ze Vaticaan II wel verwerpen, maar ze blijven Franciscus aanvaarden. Want ze zeggen ook, ze hebben mij persoonlijk gezegd, de bisschoppen, we gaan te veel volk verliezen als we zeggen dus de waarheid dat Franciscus geen paus is. Dus dat is een slechte vrucht, namelijk openlijk een leugen verkondigen om zoveel mogelijk mensen bij elkaar te houden. En die Monsignor Vigano, die heeft de moed gehad om de waarheid te zeggen, en de waarheid kan men altijd vinden als men eerlijk is. Die bargelovigen, vragen we ons, lieve vrouw, die de bewaarder is van het geloof, om ons geloof te bewaren en ook om klaar inzicht te hebben in wie een priester is die waarheid spreekt, die we moeten volgen, bisschop en binnenkort paus hopelijk. En degenen die dan wolven zijn in schaapskleren, om ons ervoor te hoeden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Quero non deo para omnipotenza, factorem serieter e visibilium omnium et invisibilium. Et in nominem Iesu Christo, filium Dei unigenitum, et ex Pater natum actum de assicura, Deo de Deo, lume de lumine, Deo verum de Deo verum. Et genitum non factum consubstantiale in Patri, percum omnia facta sunt. Qui propter nos amines et propter nos am salutem de Semit et Celis, et garantis est Spiritus Sanctus Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus et siam pro nobis Pontio Pilato, passus sepultus est, et resurrexit et sia dies et conus futuras. Et ascendit in Celum, sedet ad extrem Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivus et mortuos, quae expedit et finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem. Ex Padre Filio che procedit, e con Padre Filio simul adorat et glorificato, qui locutus et prophetas. Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam, confitio ad una pisne in remissione peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vita venturi siculi. Amen. Dominus vobiscum. Et in spiritu tuo. Oremus. Sicut in holocaustis agnorum et terrorum, et sicut in milibus agnorum pinguium, sic fece que visum nos in conspiratu odie, ut placet tibi, qua non est confusio confidentibus in te, Domine. Se si pia denuncia che di chi non è costruis, gloria e gloria a lui in su, a te che ti ha detto quello stanto che è scritto in sessione santi. Omnia sicura sicurorum meum. Amen. Dominus vobiscum. Et in spiritu tuo. Sed sum cor lam. Avenus ad omnia. Grazigamus Domino Dio nostro. Divino Christo nostro. Vede me cessum in secolo et solitari lo sibi sebe per grazia sacere. Domine Sancte Padre, vodat et tene Deus. Qui comune gento Filio tuo e Spirito Sancto, unus et Deus, unus et Dominus. Non è unius singoletate persone,
Sidonius Trinitatis substantiae, quod enim de tua gloria revelata te credimus, hoc de filius pro tuo, hoc de spiritus sancto, sine de transcriptione sentimus, ut in confessione vere sabitane que deitatis, et in personis papietas, et in essentia unitas, et in magistratu retre qualitas, quam laudant angel que cangiciuri me cuico, cuque ac serafim, que non cessan clamare quotidi una voce dicendas,
Nou, is ik ook even kijken waar je wil zijn. Per ogni secolo e secolo romano. Amen. Oremos. Preceptus rotaribus muniti divina istruzione formati, oremos dicere, Padre nostro che in cielo, sia santificato il nome tuo, avvenga a te non tuo, fiat voluntas tua, sicuro in cielo e in terra. Pane nostro, quotidiano della vescovia, che limiterà la vita nostra, che non si mettiamo a evitare i vostri. E di noi le case in tentazione, ma... Sette di per non amare. Per ogni secolo e secolo Romano. Amen. Pax Domini, sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, creaturis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, creaturis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, creaturis peccata mundi, dona nobis pacem. Dove non sono degli usi. Dove non sono degli usi. Dove non sono degli usi.
et genus Dei, et genus et peccata mundi. Et dominus et dominus et dominus et pectoriam, set antoni ferva et salacra mea. Et dominus et dominus et dominus et pectoriam, set antoni ferva et salacra mea. Et dominus et dominus et dominus et pectoriam, set antoni ferva et salacra mea. Et in orem tua mecerat, et epias mei. Dominus fabiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Tua nos omine medicinales operatio, et annosis per visitatibus clementa expediat, et ad ea quae sunt recta perducat, per nomen nostrum Iesu Christum filium tuum, qui te confii fidelitate et spiritus sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus fabiscum, et cum spiritu tuo, Deus est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus fabiscum, et cum spiritu tuo. In tuum sancti evangelii secundum Iohannem, gloria a te, Signore. In principio era verbo, era tempo, era Dio, era verbo, o che il principio era Dio. Omnia per ipsum facta sunt in exilio, sa facta est unicum, facta est. In ipsum vita et ad vita, lux aminum et lux in terribus, lux et tenebrum comprehenderunt. Fuit homo fius ad Deo covenum ad Johannes, hic vin testimonium, ut testimonium per iberet, et illuminet homines credere per lumen. Non erat il lux sit testimonium per iberet illumine. Era lux vera, quae illum ad omnem homine vedendo il mondo. Il mondo erat il mondo et sua factus est mundum peccavit. In propria finite sucessione di Saturnus, os vatum incipiendo de me de Deis patiens fidei et fieri, mis fiecerat in omnibus flex sanguinibus, in os adrecamis,
Nikos dat heeft hier, ze is heel erg interessant. Het democratische factor is dat we daar te naar de dingen van nu. Maar we hadden dus de jabade van gratie de veritaat is. Heel graag. Ave Maria, Sapion, dat is de complete Domiribus. En bij de structuur zijn die historie Jezus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Ave Maria, grazia piena, mentre sei convertita tu, Mirribus, e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, grazia piena, mentre sei convertita tu, Mirribus, e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Salve Vergine, Madre Misericordia, vita dulcedibus nostra, salve. A te clamamus, exsudes filii. A te sospiramus, gementes et flentes acaque malum vale. Ei, ora pro nobis peccata nostra, illos tuos misericordias, oculos et nos converti. Nec Iesum, vita fructum ventris tui, nobis, proseginimus tende. O clemens, o pio, lux et firme Maria. Quina pro nobis sancta Dei, genetrix. O digni efficiam, ad plumcium lux Christi. O Deus, desde facem nostrum et Jesus, popa, declamate provisit service. Et in descedente, gloria magna, gloriosa, et immaculata Virgine Dei, generis Maria. Cum beatus et vios pons fac beata apostis tuis Petrus, patribus sanctis, quas per conversione peccatorum, pur libertatis ad actione sancte mater Christi precede fundimus, misericordia benedicitate, per donum Christum Dominum nostrum. Amen. Sancte Maria, carge de fenomen velio, quod in equissa misericitia agia precipiti, in pretire Deus, si precede pecamu, tuque pincet mercedes satans, nam arius que spiritus malignos, que perizione manuman per peccato in mundo, divina virtute inferende trudo. Ti tude. Curios gratissimo. Miserere nobis. Curios gratissimo. Miserere nobis. Curios gratissimo. Miserere nobis.
Thank you.